Wat brengt 2005? Ik ben redelijk optimistisch over wat Philips kan. Maar ik heb enige reserve voor wat betreft de economische situatie in de wereld. De dollar, de olieprijs, het blijven factoren die onze resultaten zullen beïnvloeden. Sommige indicatoren wijzen in de goede richting, maar het algemene economische herstel, met name in Europa, is nog erg broos. En dus blijft die noodzaak bestaan om ons voortdurend aan te passen. Betere producten, beter werken met onze toeleveranciers en de kosten verder naar beneden. We moeten ons realiseren dat ondanks de winst die wij rapporteren, we nog een stukje verwijderd zijn van onze doelstellingen. Onze concurrentiepositie in Europa en dus ook in Nederland staat onder druk. We zullen daarom voortdurend moeten werken aan maatregelen. Om onze flexibiliteit en innovatiekracht te vergroten, om de race met Azië en Amerika vol te kunnen houden. Maatregelen om onze welvaart van morgen zeker te stellen. So,